Daar zijn we weer. IVN 2 uur natuur challenge. Challenge 3. En deze die heet Nature Snacks. En de opdracht is, zet brandnetel thee. Ik heb brandnetels gevonden. En daar ga ik zo meteen lekker thee van zetten. Eerst nog even een feitje over de brandnetel. Want brandnetels die branden natuurlijk. Daarom heet het zo brandnetels. Als je die aanraakt, dan krijg je van die bultjes. En dat gaat een beetje irriteren. Dus veel mensen denken altijd dat een brandnetel eigenlijk maar een rottige plant is die je weg moet werken. Dat is niet waar. Want brandnetels die bieden namelijk ook onderdak aan allerlei soorten vlinders. Tot wel 50 soorten. Die kunnen hierop leven. Allerlei vlinders en insecten die hier hun eitjes op afzetten. Dus eigenlijk zijn het super nuttige planten. En je kan die brandnetels die kan je vaak vinden op plekken waar een beetje verstoring geweest is. Dus hier bijvoorbeeld is er iets langsgekomen, is er iets overheen gereden of gemaaid en dan komen die brandnetels op. Maar ja, als dat dan vervolgens weer een lekker huis is voor de vlinders en voor allerlei andere insecten, dan zijn ze wel de moeite waard. Dan gaan we nu blaadjes plukken en gaan we er eens even thee van zetten. Gaan we. Aardig wat blaadjes. Gaan we eerst even wassen, want het moet er natuurlijk wel goed schoon zijn voordat je de thee van gaat zetten. En dan gaat het water op. Nou heb ik mazzel. Een collega van mij die heeft al water opgezet, dus ik heb al warm water. Dat scheelt weer. Lekker thee zetten. Volgens mij is hij klaar. De thee is helemaal klaar. Mooi zie, brandnetels zitten erin. Lekker warm. Ik ga het lekker opwarmen. Proost.